Yes, goedemorgen. Het is zaterdag. Oh, lekker hoor. De dag is weer begonnen. De zon die is onderweg. Het is altijd heerlijk om zo vroeg op pad te zijn, want er is bijna niemand op de weg. En dat betekent dat je eigenlijk al meteen weer een voorsprong hebt op de rest, omdat je eerder je bed uit bent gekomen. Hoeveel zaterdagen wil je nog gaan leven zoals vorige week en de week daarvoor en daarvoor en daarvoor? Hoe lang wil je die routine nog erin houden om maar elke keer weer hetzelfde te doen? Doorbreek die sleur. Ga van die kleine zijweggetjes af en ga naar die snelweg toe. Door die 9 tot 5 mentaliteit los te laten en door te gaan voor die 5 tot 9 mentaliteit zal je ook zien dat je meer gedaan krijgt. Dus alsjeblieft, denk er nog eens over na op het moment dat je nu nog een keer omdraait in je bed. Dat je nog een keer denkt, oh, ik ga vandaag weer boodschappen doen, dan ga ik even dit en dat en zus. Dat je in een routine zit waar je niet uitkomt. Dat je in een routine zit die je niet verder brengt. Doorbreek die sleur. Ga eens wat doen. De meeste mensen die nu gewoon op pad zijn, die zijn wat aan het doen. En de enige manier om zoveel te werken is dat je iets vindt waardoor je zo gemotiveerd wordt, zo geobsedeerd wordt, dat je denkt, ik wil dit doen. Ik moet dit doen. Ik ga dit ook doen. Dus op het moment dat je niet de energie hebt om je bed uit te komen, als je niet de energie hebt om meer erin te steken dan alleen maar van 9 tot 5, dan doe je niet wat je leuk vindt. Dus ga op zoek naar wat je leuk vindt. Ga op zoek naar wat je heel graag wilt doen. En al doe je dat nu parttime erbij in de loze uurtjes, doe er wat aan. Want dan zal je zien dat je over een aantal jaar in één keer daar geld mee kan verdienen. Dat je dat misschien wel voltijd kan gaan doen. Dan kost het je nu minimaal. Je geeft niet meteen al je zekerheden op. Maar je kunt wel bouwen aan je toekomst. Want je wilt niet leven als een zombie. Het is zaterdag, we gaan weer lekker beginnen. Ik ben aangekomen op kantoor en er is weer helemaal niemand. En dat is altijd lekker in het weekend. Dan is er niemand, kan niemand je lastigvallen, kan je lekker je werk doen. En dan kan je gewoon lekker meters maken, lekker voor jezelf. Lekker dingen doen waar je eigenlijk de hele week niet aan toe komt. Want je wordt nu niet gestoord. Tenminste, ik niet. Dus daar ga ik altijd even optimale gebruik van maken. Ik wens je een hele fijne zaterdag en doe wat met je dag. Morgen moederdag voor degenen die het nog niet hebben meegekregen. Het is morgen moederdag. Dus als je een moeder hebt of een schoonmoeder, of misschien een oma, mag natuurlijk ook. Of iemand anders waarvan je weet dat hij niet zoveel aandacht krijgt, ga er even langs. Koop er even misschien een bloemetje of een dingetje voor. Het gaat even ook om die momenten natuurlijk in het leven die je altijd even aandacht moet geven. En want we willen niet leven als een zombie. Dus koester die momenten, ga wat doen vandaag en werk aan je dromen, want dan gaan we verder komen. Ik zie je weer in de volgende video. Dankjewel voor het kijken en een hele fijne dag.